geweld tegen vrouwen in Suriname. Uit een onderzoek dat in 2008 werd uitgevoerd door de IDB, Inter-American Development Bank, samen met het ministerie van Justitie en Politie en Volksgezondheid, bleek dat een derde van de vrouwen in Suriname zowel fysiek als seksueel door hun partners werd misbruikt. En alle 25 voor Alamoen, dan de man roept uit tot Orange Day. En tapadidisi de sma e actie extra aandacht voor geweld tegen vrouwen. We hebben hier een ambassadeur van de Universiteit van Suriname. En ze is ambassadeur tegen geweld. Ze is ambassadeur voor geweld tegen vrouwen. Goedemorgen. U kunt u voorstellen aan de Surinaamse gemeenschap. Goedemorgen van mijn kant. Mijn naam is Leo Latamin en ik ben ambassadeur tegen huiselijk geweld. Oh, tegen huiselijk geweld, dat is groter. Ja, we zijn tegen. Tegen, dus niet specifiek geweld tegen vrouwen. Is ook een onderdeel. Ja, precies. Maar omdat huiselijk geweld voorkomt in... Dus niet alleen tegen vrouwen, maar je kan ook huiselijk geweld hebben tegen mannen, tegen kinderen. Maar vooral, net wat u zei, vooral tegen vrouwen en meisjes. Ja, als we kijken naar de Surinaamse situatie, is men al bewust van geweld tegen vrouwen of huiselijk geweld? Als we zo kijken, dus als we kijken naar het recent geval en de reacties, vooral op social media, dan kunnen we wel zeggen dat de gemeenschap nog niet is waar het moet, maar dat het beetje bij beetje op gang, die bewustwording op gang komt. Ja, welk geval? We hebben een recent geval gehad waarbij een mevrouw haar dood heeft gevonden. Dat is huiselijk geweld, want dat is in de relationele sfeer. Ja. Dat is amperjes een week terug. Oh, oké, ja, ik weet waarover u het heeft. Als u kijkt naar de cijfers van Suriname, als het gaat om huiselijk geweld, wat kunt u ons vertellen over de cijfers? Zijn de cijfers hoog of zijn ze gemiddeld in vergelijking met de regio? Laat maar zeggen dat elk geval van huiselijk geweld is te veel. We willen helemaal geen huiselijk geweld hebben. We willen een gezonde samenleving hebben waar een ieder vrij is, waar een ieder zichzelf is en zo normaal mogelijk leven kan leiden. Dus of het nu, hoeveel procent het is, maakt niet zoveel uit, maar het feit is dat we het helemaal niet willen hebben. Ja, daarom staat ook op je t-shirt, domestic violence break the silence. Precies. Waarom? Omdat, kijk, in een gezinssituatie, dan heb je soms een schuine situatie waarbij de man misschien kostwinner is. Of waarbij de dominantie van de man veel meer is dan van de vrouw. Dus er is een situatie waarbij de man, laten we zeggen, over het algemeen is de man anders opgebouwd. Waardoor misschien die vrouw in een andere positie komt te zitten. Maar vooral ook wanneer het gaat om meisjes, die zijn niet zo weerbaar tegen geweld, of ze kunnen zichzelf niet al zodanig beschermen. Dus dan heb je dan gevallen als het gaat bijvoorbeeld om het geval waarbij de vrouw misschien huisvrouw is en de man kostwinner, dan kan je krijgen dat die vrouw misschien bang is om dit aan te kaarten als ze geconfronteerd wordt met huiselijk geweld. Omdat ze misschien bang is voor broodverlies of dat ze er onderdak kwijt kan raken. Maar desalniettemin vragen we dus dat elke vrouw dat wanneer zij dit meemaken, dat ze het aangeven zodat het zij, haar kinderen, op tijd gered kunnen worden. Ja, dus je hebt idee, er is hulp. Jawel. En waar kan men aankloppen voor deze hulp? In de gemeenschap zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met huiselijk geweld. Wij als ambassadeur, zijn niet de instanties die dus voor hulp kunnen zorgen, maar wij zijn er om die gevallen te herkennen en die dus door te verwijzen naar de instanties die zich daarmee bezighouden.
Maar wij zijn er vooral om de bewustwording van de gemeenschap, in de gemeenschap op gang te brengen. En de aandacht van de autoriteiten te vestigen op dit probleem. Ja, en vanuit de Universiteit van Suriname, wat doen jullie op dit gebied specifiek voor die totale samenleving? Dus naast die bewustwording, wat doen jullie nog meer? Dus we waren eerst alleen op de universiteit waar we onder de studenten moesten proberen na te gaan of er gevallen zijn, of er studenten waren die te kampen hadden met huiselijk geweld, om die dus verder te begeleiden of door te wijzen, verwijzen naar de desbetreffende instanties. Maar in 2017 hebben we onze eerste grote evenement gehouden. Dat was een loop om de aandacht van de samenleving te trekken. Verder proberen we ook in de samenleving via op de verschillende scholen die bewustwording op gang te brengen. En vooral informatie te geven aan de samenleving. Jaarlijks hebben we zo'n training waar mensen dus meer kunnen weten over huiselijk geweld. Want vaak genoeg wat er ook speelt is dat men niet bewust is van wanneer is er sprake van huiselijk geweld. Ja. En wanneer is er sprake van huiselijk geweld? Dus dat is het is ruim, laat maar dat zeggen. Maar elk, het kan, net wat je zei, het kan seksueel zijn. Maar het kan ook zijn dat die man weigert om die vrouw geld te geven voor de huishouding. Dat is al een beetje huiselijk geweld. Ja. En elke 25 van de man wordt er aandacht hieraan. Men schenkt aandacht hieraan. Hoe heeft die campagne tot nu toe gewerkt? Want als ik even lees, deze dag werd op 25 november 2013 uitgeroepen door UN Women. Dus als we even een optelsommetje maken, bijna 7 jaar terug, elke 25 van de maand. Heeft deze campagne geholpen? Kijk, in Suriname zijn we niet elke 25 van de maand bezig. Dat is wel de bedoeling. Er zijn andere organisaties die zich ook bezighouden hiermee. Als we bijvoorbeeld kijken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook... zij hebben ook hun bijdrage geleverd hieraan. Zij hebben trainingen verzorgd in Nikeri. Zij hebben van tijd tot tijd hebben ze ook trainingen in Paramaribo. Ik mag een keertje ook deelnemen aan hun training. En dus we doen ons best, maar we zijn er nog niet waar we moeten zijn. Ja, tot slot, wat moet nog gebeuren in Suriname? Welke bijdrage kan de samenleving leveren om dit vraagstuk aan te pakken? Dus de samenleving moet ook zichzelf meer gaan scholen op het gebied van huiselijk geweld. Zodat ieder van ons op de hoogte is van en het kunnen ook merken van wanneer is er sprake van huiselijk geweld. Waaraan kan ik dat zien? Dus ja. Ik zou zeggen, als er trainingen zijn, dat de mensen, de samenleving zich ook hier hun bijdrage leveren door deel te nemen aan die trainingen. Ja, wij bedanken u voor uw komst naar de studio en succes met de campagne Domestic Violence Break the Silence. Dank u wel. Ja.